Hey, en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe review. Dit keer hier vanuit Wiert, vanaf de Wiertenkermis. Altijd een van de standaardkermissen die ik bezoek. Ook tijdens een van mijn favoriete kermissen van Nederland. Vorig jaar bezocht. Was me redelijk bevallen. Maar nou is weer een mooie top-editie, als ik bijna echt eerlijk mag zeggen. Helaas wel met een afzegger. Namelijk de Topspin Fresh van Dekker Sjaak, die zou hier gestaan hebben. Maar vanwege technische problemen met een kraanwagen helaas niet kunnen opdagen. Maar daarvoor staat er volgens mij een hele nieuwe katapult hier onder Hinze. Ik weet niet of dat die gehuurd is of helemaal opnieuw is aangekocht. Ik weet niet. Maar daar gaan we sowieso even lekker een ritje op maken. En dan... Een verrassing was dat. Nou, eigenlijk een mooie omwisseling. Want eerst zou hier zeg maar de Energizer van Nick Mone in première gaan. Maar helaas waarschijnlijk nog niet klaar of nog niet de goede papieren. Ja, is er een hele mooie andere zaak voor gekomen uit Duitsland. Die hebben al verschillende kermissen gezien en gedaan. Maar hier gaan we natuurlijk gewoon eventjes lekker opnieuw doen. Een onrijdje en een offrijdje, maar nou lekker bij avond. En dan heb ik nou ook over de Robotics van Lentner uit dat niet de strakste. Ja, dus die gaan we hier eventjes lekker opnieuw doen, maar dan lekker bij avond. En ik zou zeggen, geniet van deze review hier vanaf de Wiertenkermis. Deze review starten we hier met de Crazy Tea Party van Overstegen. Sowieso voor het laatst van mij nog op Roosendaal gezien en op verschillende andere kermissen. Draai door naar de volgende zaak, de zevende El Mundo van Thomassen. En wel even vroeg, gebouwd bij Wood Design uit het mooie Brabant, uit het mooie Den Bosch. En ja, voor het laatst gezien op mijn eigen thuiskermissen in Roosendaal en op verschillende andere kermissen. We hebben een onrijdje en een offrijdje opgemaakt. En dat is een tijdje geleden online gekomen. Draai door naar de volgende zaak, de CW Sky Vision van Hinze. Een reuzenrad gebouwd bij Mondial uit mooie Heerenveen. En voor het laatst gezien op de Tilburgse kermis, stond je op een kruising. Op een dag van, ja, dat is heel apart. In ieder geval, nu staat hij voor dit seizoen hier in Wit aan deze zijde. Want vorig jaar stond hij op de andere kant, zeg maar, op de Dries. En we starten hier dus nu op de Bassin, tradities getrouw. En dan hebben we hier nog Balloon Voyage, Reis onder de Waaier uit Emmerich. Op verschillende kermissen gezien, gedaan. Volgens mij voor het laatst nog gezien. Op Etten-Leur, op de zomerkermis. En er is een ballonnenrace, gebouwd bij Wood Design / Zat Machinebouw. En ja, en zo gaan we dus racen op de Razorama. Maar ja, dames en heren, voordat we gaan racen, stoppen we eerst eventjes bij de Madmail. Zoals jullie weten ben ik ook een echte pretpark fan en starten binnenkort al de Halloween Days and Nights in Toverland. Tevens op de lijst staat er een cakewalk die gaat komen. Nou, die cakewalk is al bekend. Die staat er ook al een paar jaar, namelijk de van Kortsmit. Er komt tevens deze Madmail naar Toverland toe. Dus net gevraagd, dus ja, echt leuk. Nu zien we hem nog op de kermis. Maar de volgende maand zien we hem op de Halloween Days and Nights. Dus deze Madmail, deze komt dus naar Toverland toe. Ja, dan komt er nog een rupsbaan van Vermolen, dacht ik. Uit Den Bosch. En zo draaien we door naar een volgende zaakje. Dat is tevens de Walking Waterballs. Dat van de Voer, maar durf het niet te zeggen. En nu gaan we echt racen. En dat is dus de Razorama van de Voer. Op verschillende kermissen gezien, gedaan. En het is een hele leuke carousel om te doen. Je moet ze echt niet onderschatten. Als je lekker op volle snelheid de bocht in vliegt. Want dan krijg je van die heerlijke zijwaartse G-krachten. En mag het zo zijn, hopelijk
dat er ook een vliegtuigvariant komt. Want dan heb ik al verschillende foto's of tekeningen gezien, maar nog nooit eentje in het echt. Maar dit is dus de Razorama van de Voer. En zo gaan we naar een hotel toe, naar een hele gekke grote hotel. Oh, heerlijk, dames en heren. Duitse muziek, Duitse slaapmuziek, supergaar. In ieder geval, dames en heren, dit is Boomtrap Hotel. XL, reist onder Albus. Amusement op verschillende kansen gezien in Zittaar. En waarschijnlijk gaan we deze binnenkort ook nog tegenkomen in Nijmegen. Maar dat is niet te ver. Maar het is toch wel een van de mooiere twinhouses die we hier in Nederland rijk zijn. En zo hebben we hier het bazin gehad. En gaan we door richting het Kasteelplein. En gaan we die kant voorop. Nou, dames en heren, we hebben net het bassin gehad. Ja, opstaan, wel leuk. Even wennen om het reuzenrad op de andere plek te zien. Alleen, ik vind het wel jammer dat El Mundo weggedrukt staat. Ik zou meer gezegd hebben van, zet die op het Kasteelplein neer. Of op de Dries. Of echt een beetje in de binnenstad. Ja, Rise XL, ik had je wel door. In ieder geval, ik ben dus nou niet alleen. Samen met Naomi, met Rise XL. Ja, Naomi ook. Met Rise XL. En mijn andere goede kameraad van me, hier in wit. Maar we gaan dus nu richting Kasteelplein toe. Daar heb ik ook gezien dat er veranderingen zijn. Wel leuk. Dat ze ook hier en weer proberen een kermisopstelling op een andere manier te doen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet verder lekker van deze review hier vanaf de Winterkermis. En we gaan op richting het Kasteelplein. En dan natuurlijk helemaal achterin de Dries richting de Robotics. En een hele nieuwe slingshot voor Nederland. Ja, dames en heren, zo hebben we daar achterin staan, de X-Factory. Als je het goed nog hebt, wij stonden van de poorten voor het laatst gezien. Er was in, op de Alphen aan de Rijn een wipje gebouwd bij KMG met aquafun. Misschien, als ik het goed had, nog reis om de poorten, maar durf ik niet te zeggen. Of misschien wel een wisseling in de familie, dat kan ook. We draaien door naar de volgende zaak, de Stevens, de Jumbo van Oorleman. Dit is de tweede reis naar Jumbo van Nederland. Dus ja, ook de tweede die hier op de Nederlandse kermis zijn gekomen. Op verschillende kermis gezien gedaan. Het is Stevens en Flying Elephant, gebouwd bij Comax Plus. En zo draaien we door naar de volgende zaak. En dat is Stevens, de Power Search van het goed. Voor het laatst nog gezien in Delft. Stond op een mooie plek. Hier staat hij ook uit, als ik je mag zeggen, op een hele mooie plek. Alleen wel even wennen qua oppervlakte, want meestal is dit altijd een plek waar een funhouse staat. Maar dit keer dus niet. Dus dit is eerst een stokje aan Louis van het Goed met de Power Search. Het is tevens ook een diepe Power Search, gebouwd bij Zampella uit Italië. En in Delft hebben we een rondje opgemaakt. En dat gaan we gegarandeerd hier ook doen. Nou, hier draait hij nou voor 3 euro. Toen straks 2,80. Maar op Delft draaide hij voor 5 euro. Maar we gaan hier dus lekker een rondje maken op de pauzes van het goed. En zo draaien we door naar de volgende zaken. En dan gaan we de hoogte nemen. En ja, dames en heren, van de Power Search hebben we hier nog een carousel staan. Op verschillende kanten gezien voor sowieso vorig jaar. In. Nou, wat was het ook weer? Weet ik echt niet meer. In ieder geval, ja, meestal staat hier eigenlijk zeg maar altijd de Turponiep, maar die is weg. Die staat nou op de Dries, daar komen we straks. En dan hebben we hier nog de Airborne van Oorleman. Speedboost 32 gebouwd bij KMG uit het mooie Neden, te Nederland. En al verschillende kennis gezien gedaan. En het is en blijft toch een giant. En ik had vernomen dat hij hiervoor nog in Duitsland was, in Bonn. Op de pretmarkt. Misschien dat we daar volgend jaar ook naartoe gaan naar Bonn, maar dat weet ik niet zeker. Maar leuk dat we hem hier zien. En zo gaan we door richting de volgende zaak. En dat zijn de Breakers van Hoefnagels. En ja, dames en heren, van de Airborne gaan we door naar een lagere vermaakzaak, maar ook wel op hoge snelheid. Het is namelijk de Breakdance van Hoefnagels, de Breakdance Part 2. Ofwel een Breakdance
nummer 1 van de hersteller Hoed als een schöne Bremen. In ieder geval, ja, dames en heren, dit is dus de Breakdance nummer 1, ofwel part 2 van Hoefnagels. Deze heeft vroeger altijd in Bobby Arnold gestaan. Maar nou al sinds de dag van vandaag op de Nederlandse kermissen. Voor het laatst gezien en gedaan op Roosendaal. We hebben lekker bij Night gedaan. En ja, ik vind het nog steeds best wel mooi, die rand op de, op de middenton. En dan dat nieuwe naambord. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Hoe komt hij de restyle uit? Hoe zal hij er dan uitzien? En zodra je dan naar de volgende zaak, Stevens Crazy Cars, rijst onder Hinze. Ook voor het laatst op mijn eigen thuiskermis in Roosendaal gezien. In ieder geval een uitscooter, rijst onder Hinze. En gebouwd bij Bertelsen. En deze heeft vroeger altijd gerezen in het mooie Duitsland. En nu een kleine 2 jaar hier op de Nederlandse kermissen. En als je goed kijkt, zie je dat aan de andere kant nog opstaan. Daar staat namelijk Nothof. Dat was de vorige exploitant uit Duitsland. En zo te zien proberen ze op een elektriciteitswagen een beetje de autoscooter van Gras na te doen. Ofwel de autoscooter Gras, de XXL autoscooter, die we in Duren hebben gezien en op andere kermissen. Dus een beetje met dat spandoek van Kermis Weert probeert dus Hinze na te doen wat we de XXL scooter van Gras hebben uit Duitsland. Maar dan is die van Gras toch wel veel mooier. Maar dit is ook gewoon een leuke en leuk dat we hem dus nou weer tegenkomen. Deze heeft bij de vorige keer helemaal achterin op de bassin staan. Naast de topspin die vroeger onder Stroopweb gerezen. Daar heeft deze daar staan. Nou, dan weet je dit toch wel een betere plek. Want nu staat hij echt mooi in de lint. En de vorige keer stond hij zeg maar een beetje weggedrukt. En dan staat hij gewoon veel mooier en beter. Maar we gaan nu door richting de mooie topzaak. En dan gaan we daar het hoekje om. Nou, dames en heren, dit is niet om de kermisexploitant van Nederland af te zeiken. Maar hier staat een heel mooi Duits kraampje, een etenskraampje. Nou, die heeft een rij gewoon in zijn kraam staan. En dan kijk je zo naar een Nederlands kraampje, denk van, ja, en daar staat dan bijna niemand. En dan trekt toch een Duits kraampje altijd veel meer aandacht ja, en mensen dan een Nederlands kraampje. Het is echt niet puur om af te zeiken, maar dit zijn gewoon werkelijke feiten. Maar ik vind het ook raar dat ze dan bijvoorbeeld dit kraampje hier tegenover zetten. Terwijl nou de Cheers Factory van Buwalda is, zou ik zeggen van zet deze dan hier neer en die misschien een stukje verder door. Of een stukje terug richting het bassin. Maar in ieder geval, ja. In ieder geval, volgende week zitten we in Duitsland. Maar welke kermis, dat zeg ik nog niet. Maar ik kan gegarandeerd zeggen, het wordt een hele mooie Duitse kermis. Echt een hele mooie. En zo gaan we verder door richting de volgende zaken bij de kerk. Mijn haren gaan vandaag door. Nee, dan nog. Het is toch helemaal daar, man. Op McDonald's hebben het warm. Nou, hier gaan we straks lekker eten. Yes, kom dan maar op. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog een originele currywurstkraam. Ofwel, ja, lieve Leute, hier kunnen jullie die supergeile currywurst kopen. Onder Mittler. Voor die laatste maanden gezien in Uden, op mijn kermis Uden. Hoe is nou hier in Wiert? En dan heb je hier nog de Snowjet van de Veen. Een diepe mat gebouwd bij SNC, zo is over het laatste op de zien. In Oosterhout. En nou hier zal ik je hier bijna nooit zien. Maar het zijn altijd van die leuke hoogsnelheidsmodus om te zien en om te doen. En dan hebben we daar nog de Moulin Rouge van Frank.
Er zijn weer een paar tunnelen bijgekomen, zo te zien. Dat is namelijk op de bovengrond. We zien hier in één keer een wieken. Op de kermis in Wieken was dat nog niet. Dus ja, leuk dat ze een paar vernieuwingen erbij doen. Maar verder is het nog steeds hetzelfde. Maar het is een leuke loterijzaak. Dus wil je een gokje wagen? Doe dan bij de Moulin Rouge van Frank Medersen. En zo gaan we door richting de volgende zaak alweer. Zo komen we bij de volgende zaak, Stevens, de Fantasy Airport. Hij is toen de Buwalda. In ieder geval, Buwalda is een expertant die hier uit Weert vandaan komt. Dus het is altijd zeg maar de standaardregel. Staat er een grote achtbaan van hun, dan staat er ook altijd een kleine achtbaan van Buwalda hier. En dat is dus Family Coaster, ofwel de Fantasy Appel van Buwalda. Dan hebben we daar nog een mini-scooter, hij is toen overstegen. Toen straks hebben we hun T-cups gezien. En nou dus de miniscooter. En dan hebben we daar nog Lost Escape Adventure. Dan kijk uit dat je niet verloren loopt te raken met de rode drukknoppen. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog Lost Escape Adventure. Een avonturenhuis, een adventurehouse. Rijstonger, De Haan en Beekveld. Al verschillende kennis gezien, sowieso gedaan. In Den Haag op het Malieveld, maar dat heb ik niet meegenomen. Maar dit is toch wel een van de mooiste funhouse adventurehuizen van de Nederlandse kermissen. Kom tegen, loop lekker rondjes er doorheen. En ben jij de snelste weer buiten door kwestie van op de rode knop te drukken? Want dan wil je alleen maar extra tijd. Maar van binnen en buiten zijn gewoon heel mooi gedecoreerd en gethematiseerd. Wel, Lost Escape Adventure van De Haan en Beekveld. Wij doen naar de volgende zaak, steeds de Toxic van Ik Mone, type Speed Flip, Power Motor Ride. En voor het laatst nog gezien op Wiegen. Dat stond als een mooie eindzaak. En hier staat hij eigenlijk al voor de tweede of de derde keer. Maar we hebben op verschillende kermissen gezien en gedaan. Kom je tegen, stap gewoon lekker erin. En geniet van de rit en show. Ook al reizen we soms voor 4, 5 euro. Het is altijd het geld waard. Ofwel, de Toxic van Ik Mone. En eigenlijk zou hier ook de andere zaak, de Energizer van Miek en Premier gegaan zijn. Met nadruk op gegaan zijn. Maar dat is helaas niet gebeurd. Omdat die nog niet af is of de papieren zijn nog niet volledig in orde. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar bijvoorbeeld de Energizer zou hier eigenlijk in Premier gegaan zijn. Maar daar is een hele mooie andere zaak in de plek gekomen. Die we straks zullen gaan tegenkomen. Maar we gaan hier sowieso weer het hoekje om richting de volgende zaken. En dan hebben we dan nog het Chiroscraat van Buwalda die we ook voor Roosdag voor het laatst hebben gezien. Wat daar het Chiroscraat van Buwalda staat, weet je wel nog dat hier vorig jaar het Suikerspinkraampje van Buwalda stond. Dit keer niet, maar we gaan nu verder die kant op richting het volgende plein. En ja, dames en heren, we hebben hier nog de rescue van Hezek, een glazen spiegelwolf. Ja, wij zijn al voor Hezek, voor het laatst nog van mijn eigen thuiskermis gezien in Roosendaal. Het is toch wel een van de mooiere spiegelwolven. Deze is sowieso 2-etage. De meeste enkel, maar het is een 2-etage. We gaan naar de volgende zijn, dat is het project eind. Van Turka Bartling. Voor het laatst gezien, dat was op de beste kermis. Ofwel de kermis het best. In het mooie Brabant. In ieder geval, het is een afterburner gebouwd bij KMG. En als het goed is komen ze over 1 of 2 jaar met hun nieuwe afterburner. En daar ben ik heel benieuwd naar. Maar dit is toch wel een van de mooiere, waarvan op mijn favoriete de Showtime is. Deze op de tweede plek komt qua uitstraling. En dan op de derde plek de Chaos. Maar meestal staat er niet altijd op deze plek. Meestal staat altijd op deze plek een hele grote vermaakzaak. En dus dat is nou een schommeltje. En toen we even wennen. Meestal staat hier altijd een hele mooie grote Duitse zaak. Een imposante zaak.
en ouders niet. In ieder geval kom je tegen de project eind van Sigma Bartling. Ja, wat je lekker meezien op een project 1 en misschien al over een paar jaar project 2. Ik ben benieuwd. We hebben nieuwste afterburner, maar dat zien we in een van de komende seizoenen wel. Maar dit is de project eind van Sigma Bartling. En zo gaan we naar de overkant richting de Laguna. Zien op Oostpol. Het is altijd een feestje onder de kap. In ieder geval kon je een beetje stappen lekker in en geniet van de rit en show. Want de open rit die erachter zit, als hij zin heeft, dan geeft hij gewoon echt lange ritten en heerlijke shows om naar te luisteren. Ofwel, de Laguna Ritsen, wat een reken. En we hebben daar nog Adventure Ride van Dauphin. Een leuke buggybaan voor de kids. En zo gaan we het hoekje om richting het NS-gedeelte en richting het laatste gedeelte van de kermis die op weer. Het spelletje waar je het getal 10.000 moet raken. En dit is een nieuwe, zo te zien, nou, van die van Jackie Bootsma. En heel toevallig, dit is volgens mij echt een nieuwe. En dan hebben we hier nog de cakehoek van Hoefnagels. Wordt laatst gezien en gedaan in Uden. En dan draaien we door. En dan hebben we daar Welcome to Dubai, the city of gold. Ofwel, dit is de ping date van Jackie Bootsma. En naar mijn mening de mooiste van Nederland die we voor het laatst bij mij op mijn eigen thuiskermis hebben gezien. Dus ja, leuk dat Jackie nou een nieuwe zaak bij heeft. En dan hebben we daar nog de Stowers van Swinkels, een type Gravitron gebouwd bij Aaron Rides. En dan hebben we hier nog op midden de Disco Jumper van Rij. Een smashing jumper gebouwd bij Satori. En meestal staat ook op deze plek de Turpoliep van Hasseltol, maar dit keer ook weer niet. Ofwel, hij staat niet hier, hij staat niet bij het bassin of op de kasteelplein. Daar staat hij niet. Dus ja, dan kan het maar nog op één plek zijn. En dat is hier achterin waar we een hele mooie Duitse zaak gaan opzoeken. Maar voordat we richting de Dries gaan, zo hier nog de Fun Factory tegen van de Poorten. Een hele leuke dark ride. Met altijd wel een vriendje. In ieder geval, op verschillende kansen gezien. Dit zijn zo nog niet gedaan. Maar in ieder geval, het is een leuke dark ride van binnen en van buiten. Echt leuk voor de hele familie. Ja, sowieso leuk voor de kids. Oh, daar blijven we gewoon stilstaan. Kan gebeuren. In ieder geval, kom je tegen. Maak je lekker een rondje doorheen. Ik vind het steeds jammer dat sommigen een vergelijking meemaken van dat is gewoon de intratuin leegkomen. Ik vind het van nergens beslaan. In ieder geval kom je tegen de Fun Factory van de Poorten. Maak lekker een rondje doorheen en geniet van de scènes die ze hebben gemaakt hier binnen. En toch altijd wel hier en daar wat voor nieuwtjes erin. Ik zou echt niet gezegd hebben dat dit gewoon vroeger een spookhuis was. Want de Fun Factory van de Poorten. Maar nu gaan we echt richting de laatste zaken toe. Ja, dames en heren, we staan nu in een tunnel onder het spoor richting de Dries. Wij staan altijd op deze plek, altijd eetzaken, drinkzaken. Maar dat is dit keer helaas niet. Maar we gaan nu richting de attractie toe waar ik echt op verliefd ben geworden. En tevens waar we volgend jaar hier in Nederland ook eten van gaan krijgen. En je ziet het al op de kassa. Ja,
naast de storm bij de Vondelstraat 6 nog een bonus van Lensa. Hoe moet het weer terug van de KMG? De laatste zien in Venray. Zet de weg terug. Maar hier staat hij voor jou een beetje plek. Want hier staat hij gewoon lekker in de loop. Die bal nog zo'n keer gezien gedaan in Nederland en Duitsland. Maar hier gaan we even een avondrit op maken. Helemaal in het donker. Oprijd, deze voorrijd. We hebben in rechterhuis gedaan op de bankje. Maar die heb ik alleen maar genoten en geen camera's meegenomen. Maar dat gaan we hier wel doen in Weert. Nou, laat zo zeggen. Van de week heb ik een heel leuk nieuws voorbij zien komen in een van de groepsappen. Dat is namelijk dat Nederland ook een Movement 24 gaat krijgen. Nou, ik hoop voor de Nederlandse exploitant dat hij gaat aanslaan. En dat we er veel plezier van mogen gaan hebben. Maar hier gaan we dus even een onreizen en opreizen maken bij Night. En ik kan dus later op de internet deze keuze community. Ofwel, de robotics van Lentna. En zo gaan we de hoofd erin. Dit zijn de laatste zaken. En gaan we ook nog afgeschoten worden. We hebben hier nog de Thriller van Lemmerman. Een van de mooiste spookhuizen van Nederland. In ieder geval als hij op Nederlandse bodem staat. Tegenwoordig pakt ook Duitse games mee. Dat is alleen maar goed. In ieder geval, ja, het is een leuk spookhuisje om te zien, om te doen. De Thriller van Jan Lemmerman. En officieel met games gezien en gedaan. En dan hebben we dan nog de Octopussie van Dumoulin. En nou gaan we ons laten afschieten naar boven. Wat? Ja. Attention! Attention! Ja, dames en heren, we zijn al aan bij de volgende zaak voor Nederland nieuw. Maar dit is al een tweede hand. Het is namelijk de Slingshot Scream. Rijstonden hinten. In ieder geval, dus de eerste kennis die ze aandoen. Ik zou er totaal niet aankomen dat Nederland nog een Ajax'er seat zou bijkrijgen. Maar dus het is een Ajax'er seat gebouwd bij Fabri en het Pengelkenpark. En we gaan hier kijken hoe we Weertenaren gaan afschieten. Maar zometeen, in ieder geval, dat komt dus later op de YouTube-kanaal. Discussion on YouTube. Gaan we kijken hoe we mezelf en Rise Excel gaan afschieten. Op de slingshot. Green van Hinten. Wel leuk dat er in Nederland weer een tweede katapult erbij is. Dan voelen we ons dan in die van Elsinga. Dan die van De Vries. Die over is gegaan naar de Voer. Nou onder Albers Amusement. En deze dus in Nederland als nieuwe katapult zijn. Ja, dus ik ga me wel lekker verrassen hoe we hier weggeschoten zullen worden. Vanuit Weert. Misschien wel heel terug naar Put of naar Roosendaal. En zo gaan we door richting de volgende attractie. Ja, dames en heren, van de Slingshot Scream van Hinze. Hij ziet er wel leuk en mooi eruit. Ja, alleen onze schot was echt niet krachtig om ons over de kop te kunnen laten gaan, helaas. Misschien wel met gewicht te maken, ik weet het niet. Maar elke schot is altijd anders. De ene keer ga je wel over de kop, de andere keer dus niet. Helaas is het geval bij ons. Deze, als ik goed kijk, is lager dan de RS Bungee van Albers. Vroeger van de Voer en daarvoor van de Vries. Dan gaan we door naar de volgende zaak. En dat is de spinningcoaster van Moana. Een classic spinningcoaster gebouwd bij Rijksvorm uit Frankrijk. Officieel de kermis gezien gedaan. De volgende voor het laatst gezien bij mij. Op mijn thuiskermis in Roosendaal. En dit is de thuiskermis van Moana. En hier uit Weert. En draaien we echt door richting de ene laatste zaak. Dat is tevens de Turpoliep van Hasseltol. Voor het laatst ook gezien bij mij op een Roosendaal. En nou hier in Weert. En zo gaan we richting de laatste zaak toe. En dan gaan we zierzwaaien loopings draaien. En ja, dames en heren, we komen helaas bij de laatste attractie. Tevens de boosterijs van de boer. Op verschillende kermis gezien gedaan. Voor het laatst nog gezien op eigen thuiskermis in Roosendaal. En het is een boostermax gebouwd bij Fabri. En ja, een van de laatste helaas. Het is een leuke booster om te zien of te doen. Maar als het gaat om shows, ja, dan moet ik gewoon echt eerlijk kunnen zijn. Is het gewoon op het moment van de ene keer hebben ze wel zin, andere keer niet. Maar kom je hem tegen, stap gewoon lekker in. En geniet van uitzicht boven je eigen stad.
gaat door bij de trap. En zo gaan we langzaam de review afsluiten. Hier in Weert. Ja, dames en heren, het was een robotics van Lensa. Hier in de schoonstaan weg te krijgen. Ga ik helaas van een afspraak nemen. Hier vanaf de Witte Kermis. Het was echt een leuke editie, een mooie editie. Ja, jammer. En het juist dat hij nog steeds niet zijn vriendin kan doen. Ja, voor de kosten en prijs van schaak ontdekken. Ja, jammer. Problemen heeft, maar dat kan gewoon gebeuren. Technische problemen, maar ik heb er sowieso van genoten. Het duurde. Ja, heerlijk om de robotische nou bijna uit te zien. We gaan zo meteen ook weer van rood op maken. All-night is off-night. En we komen later op de straat, dus je kunt weer zien. De all-night en off-night van de robotische van Lensman. Ja, volgende week gaan we weer een mooie Duitse kent opzoeken. In ieder geval, ik ga nou echt zeggen waar we naartoe gaan. Er staat namelijk de commander van Hangstein en heel veel andere mooie zaken. En we hebben het over het Kramermarkt in Oldenburg. Dus dat is in de deelstaat Niedersachsen. Ja, daar gaan we ook mooie zaken op zoeken die we al eerder gedaan hebben. Dit seizoen in hebben gezien. Maar ik zou zeggen, als je het niet gedaan vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even op de YouTube-kanaal Discoze Community. Abonneer op de reviews, vlogs, alle reizen en afgeleid zoals kerst en pretparken. En hier vanuit deze tijd heen, hoor je. En tot de volgende keer. En volgende week Oldenburg vanuit Niedersachsen. Nou, tjus! Ik zie jullie die nechten bokken. Zo weer kunnen nog?